Wij wensen u een prettige kerstfeest. Banjo Movies presenteert met gepaste trots 10 doods tijdens kerstmis. Hey kerel, heb je cadeautje binnen? Ja man, maar waarom een beauty setje? Nee, dat beauty pakket is van mijn vriendin. Wat zou ik dan krijgen? Nou, jij zou die DVD, die sextape van mij en mijn ex krijgen, weet je nog? Heb je de cadeaus dan niet verwisseld? Oh, wat lief. Een persoonlijke boodschap op een DVD. Voor jou, voor mij. Nee. Ik hou van je. Ik ga meteen kijken. Kut, sorry. Kerstman. Oh, hey, Baldo. Moet je wat heroïne kopen? Heel goed. Waar zie je mij vooraan, Baldo? Nee, vergeten. Je hebt gelijk. Cocaïne. Dat lijkt er alweer op. Ha. Ik ben terug, mijn kind. Wauw, meneer Christus, u bent terug. Zou jij een van mijn eerste volgelingen willen worden? Maar natuurlijk wil ik de wereld verbeteren. Weg met armoede, babysterfte, de oorlog in het Midden-Oosten en Justin Bieber. Wat was dat? Zo, dat was even een twitpick. Ik bedoel natuurlijk volgen op Twitter, hè, loser. Oh, wat heb je? Yo, een nieuwe camera! En een Wii! Oh. Holy shit! Deze is voor mij. Het is mijn eigen rekenboek. God. Gelukkig was dat een voetbal. Oké, ik heb een verrassing voor je. 3, 2, 1. Wat? Nou, van wie ben je heel erg fan? Jeroen. Ja, precies! Jeroen van de kerstboom! Jeroen van de boom, kerstboom. Ben jij een stoute jongen geweest? Ja, sorry kerstman. Hoe kan ik het goed maken? Nou... Ho ho ho! Dit wordt weer een witte kerst, Baro. O Heere Jezus, mijn broertje had aids. Kunt jij hem genezen met uw krachten? Natuurlijk, wat verschrikkelijk om te horen. Kom! Jezus, wacht even! Ik heb u nodig, mijn nichtje heeft bieberfever. Sorry. Ernstige ziektes gaan voor. Oh jezus, dat is echt erg. Wat zou jij dit jaar graag met kerstmis willen? Nou kerstman, ik zou heel graag volwassen willen zijn. Echt? Ja, ik zou echt zo graag volwassen zijn, het liefst nu. Nou, dan beginnen we nu toch? Kan dat? Ik besta niet! Fijne kerst, Bardo. Ja, jij ook. Ik heb dit trouwens voor jou gekocht. Kijk dan. Maak me open, ja. Oh ja, wat vind je ervan? Maar gaat, dit is van jou. Je weet dat ik dit haat. Hoezo? Het is de Ultimate Loot Chest van Borderlands 2. Het is de Exclusive Edition van de vette game. Ah, weet je wat? Ik offer me wel op. Ik ga er wel mee bezig. Hey, fijne kerst. Oh yeah. Jij ook. Nee, tof dat je er weer bent man. Hey, voel je lekker thuis, hang je jas lekker op en moet je er ook nog wat te drinken bij. Huh? Wat is er? Ik zit in mijn haar. Banjo! Yo, what up gasten! Bedankt voor het kijken naar deze Spiksplint nieuwe video. En om de kerstsfeer er een beetje in te houden, draag ik nu dit mooie blauwe pak. En dat is natuurlijk een reden om een groen duimpje te geven. En voor elk groene duimpje ga ik deze keer mensen staan die aan de deur komen zingen. Dus hoe meer groene duimpjes, hoe beter. Halleluja! En natuurlijk, deze video heeft heel veel kerstgevoel. Alleen ik ga jou ook het oudjaarsgevoel geven. En op Veronica 31 december, van 9:30 tot 10:30. Wil je meer informatie, klik op de video rechtsbovenaan. Tweede video rechts zijn de bloopers en outtakes van 10 don'ts tijdens kerstmis. En geloof me, dat zijn er heel veel. Want ik moest opnemen met Matt en Dylan. Inderdaad, hun waren de kerstman Jezus en zo. Hun staan helemaal onderaan. En als je meer van de 10 don'ts wil zien, klik dan vooral aan de linkerkant. En helemaal bovenaan staan 10 don'ts tijdens het voetballen. Daaronder 10 don'ts bij een meisje. En daaronder 10 don'ts bij bekende Nederlanders. Halleluja! En stuur deze video ook vooral door. Stuur hem door naar iedereen die ook van kerstmis houdt. Stuur hem door naar iedereen die kerstmis haat. Of stuur hem gewoon door omdat je de kerstgedachten wil verspreiden. Halleluja! Roep anders gewoon je hele familie erbij en kijk met z'n allen gezellig deze video. En als laatste kan je abonneren op mij hier beneden. Door simpelweg op abonneren te drukken krijg je altijd mijn video's op jouw YouTube homepage. Graag gedaan. Halleluja! Dus bedankt voor het delen, het groene duimpje en het abonneren. Klik lekker door aan beide kanten. En gasten, ik check jullie later.